Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Ik ben op weg naar, ja, met een ritje Rouen. En we beginnen bij Amiens. Daar gaan we eerst even een gedeelte lossen. Ja, dan heb ik nog iets van 6 of 7 adresjes in en om Rouen. Dus dat is een leuk begin van de week. Ja, ik weet niet of dat ik overal kan filmen. Maar ik denk dat ik jullie wel weer wat leuke dingen kan laten zien. Dus vergeet vooral niet te kijken op www.levenopwielen.com. Ja, die website die is in de lucht. En ja, er wordt elke keer nog wel het een en het ander in aangepast en aangevuld. Dus houd ik gewoon goed in de gaten. Ik krijg ontzettend veel aanvragen over mondkapjes, de mondkapjes die wij dragen. Ja, we werken ervan, maar dat is allemaal, ja, het is wel makkelijk. Het is allemaal zo besteld en geregeld. Maar ja, zo heel erg veel vraag is er ook niet naar. Dus we zijn er nog even mee bezig. Maar ook dat zie je dan vanzelf op de website. Dus nou ja, dat. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Nou, hier komen we aan de grens Frankrijk, België-Frankrijk. En de tweede afslag op de grens, dan moet alles eraf. In verband met de COVID ja, regels. En ja, dat gaat waarschijnlijk wel een kwartiertje duren. Ze staan hier al vrij snel stil. Ja, dat zullen jullie nog niet helemaal zien op de camera, dat is lastig. Maar het is hier net achter de grens staat het al stil. Ja, dat gaan we al. Ja, en alternatieven zijn er eigenlijk niet echt. Ja, ze zijn er wel, maar dat, ja, dat kost je ook heel veel tijd. Dus ja, daar doe je niks aan. Ja, het is een beetje zonde van mijn tijd eigenlijk. Ik rij normaal gesproken in 4 uur naar het eerste adres toe. En dan maak ik daar, het zijn 12 pallets die ik daar moet lossen, 12 IBC's. Nou, daar zijn ze wel even mee bezig. En het terrein is groot genoeg om daar zeg maar je pauze even vol te maken, zodat ik meteen door kan. Ja, ik moet nu nog 145 kilometer en ik heb 2,5 uur gereden. Dus normaal gesproken zou dat wel moeten passen. In mijn eerste blok van 4,5 uur. Alleen dan moet dit niet te gek lang duren. En dan moet ik Lilo ook nog mee hebben. Dus ik heb er eigenlijk alweer weinig vertrouwen in. Maar goed. Ja, dan kan je zeggen van een uur eerder wegrijden of zondags vertrekken. Ja, dat heeft geen nut met hetgeen wat ik erachteraan heb, zeg maar. Dus dat is, ja. Dit is gewoon, ja, hier kun je niks aan doen. En hier kun je ook niet tegen rijden. Hier kun je niet, niet een uur eerder voor uit je bed komen. Tenminste, ik vind het weinig nut hebben. Ja, dan moet je het verlies maar nemen. Dan los ik er vandaag misschien één minder. Ja, nou ja. Zoveel haast heb ik helemaal niet. En eigenlijk, voor het vrachtverkeer is er geen controle. Het is alleen voor personenverkeer, wat naar Frankrijk gaat. Die moeten een negatieve test kunnen overleggen. En het vrachtverkeer is eigenlijk vrijgesteld daarvan. Ja, ja, ik denk dat ik het zo goed zeg. Dus wij zouden gewoon door kunnen rijden. Alleen, het is een vrij drukke grensovergang. En je krijgt eigenlijk een splitsing. Met een, ja, met een afslag, een dubbele afslag eigenlijk achter elkaar. Daar gaat alles eraf. En dan hebben ze op de rijbaan zelf, zeg maar, hebben ze een sluis gemaakt.
En daar halen ze het personenverkeer ertussen uit. Ja, dat wil wel zeggen dat wij ook met z'n allen naar die ene baan moeten. Het vrachtverkeer. Ja, en dan krijg je dus dit soort mannen. Die, ja. Zo. En hij was de enige niet, hoor. Ik bedoel, er zijn er van tevoren al een paar voorbij gekomen en er komen er nog een paar aan. Ja, er zijn jongens bij die gooien de auto dan naar links. Ja, het maakt toch allemaal niet uit. Het is vervelend, maar iedereen heeft er last van, dus ja. Je kan het elkaar makkelijk maken en je kan het elkaar moeilijk maken. Ik blijf maar gewoon in het ratje maar jobbelen, dan... het zijn zo. Dat was het dus. Houd links aan, daarna ga de snelweg op. Ja, dat is ook een strak plan inderdaad. Nou ja. Dan moet ik even gas houden, hè? Want dan moet ik er echt wel minstens 10 minuten afrijden. Maar goed. En anders gaan we gewoon eerder aan de kant en gaan we alsnog eerst pauze maken. Nou, we zijn er al bijna. Nog 8 kilometer. En ik heb 4 uur en een kwart gereden, dus dat gaat precies passen. Ja, dan even 12 IPC's eruit laaien. Dat wordt gedaan, dus dat is prima geregeld. Dit is wel heel mooi, want er gaat net een auto weg. Normaal moet je eigenlijk hier even aan het hek even melden. Dus ja, nou staat er aan de andere kant toevallig net eentje die het hek open laat doen. Dus nou ja. Dat is gunstig. Dan kan ik me in één keer op het kantoor even melden. Nou, ik heb me even gemeld en we kennen er gelijk voor, dus dat is mooi. Ga ik even de deur openmaken. Deurtjes zijn open. Dan gaan we even voor het dokje zetten. En daarna gaan wij naar binnen toe, want je moet je sleutels hier afgeven. Dus nou ja, ga ik mijn sleutels afgeven en een bakje koffie pakken. Voorbereide pauze, ja dat weet ik. Ik ben maar gedrukt aan het voorbereiden op de pauze. Maar eerst even die auto zo wegzetten, dat die mensen aan het werk kunnen blijven.
Hoppakee. Zo. Aan de koffie. Nou, inmiddels zijn we gelost. Ja, jongens. Mijn chauffeurskaart die verloopt binnen 2 maanden. Dus elke keer als ik mijn contact aanzet, dan krijg ik die melding. En ik heb een nieuwe kaart al, maar die kan er niet eerder in als dat deze verlopen is. Dus ik blijf even 2 maanden met deze melding zitten. Waar het voor nodig is, snapt niemand, maar goed. Even kijken hoor. Wat wilde ik zeggen? Ja, ik wil er eigenlijk nog 5 minuten blijven staan. Dus ik kan mooi even de tijd doden. Door alvast mijn papieren in te vullen. Voor de volgende klant. Ja, waar ga je natuurlijk op het buitenland, en dat wil wel zeggen dat er op het binnenland door andere chauffeurs de boel bij elkaar gereden moet worden. Net zoals wij teruglaaien voor Nederland, daar gaan dan de binnenlandchauffeurs weer mee weg. Dus ja, de binnenlandchauffeurs brengen dan weer spullen mee voor Frankrijk en Italië en ja, noem maar op. Ja, deze vracht die was, of tenminste, deze zending die was opgehaald door mijn collega Hans Kraan. Had hij goed gedaan? Ha, dat rijmt. Ja, gek. Maar ja, zo werkt dat. Zo houden we elkaar een beetje aan het werk. Even kijken. Dan heb ik dadelijk 7 pelletjes te lossen bij de volgende klant. Dat zijn 2 CMR's. Dat schuif ik altijd netjes op. Dan kan de administratie daar ook wat mee. Het is alleen wel, officieel moet ik daar voor de middag zijn, zegt mijn lijst. Ik weet het niet, volgens mij niet. Het is 134 kilometer rijden, dus het is dik 1,5 uur. En ik moet om Rouen heen, want ik heb ADR. Dus dan kom ik wel gelijk aan de goede kant uit, maar ja. We gaan het wel zien hoe dat het zit. Nog even 2 minuutjes wachten. Let's go! Ik heb me even gemeld bij de receptie. Ja, dat wordt 1 uur. 1 uur mag ik naar binnen. Dus even een uurtje geduld. Ja, dat wist ik eigenlijk al wel. Maar ja, dat is niet zo erg. Dus kan ik mooi even de rommel op gaan ruimen, mijn bed opmaken en zo. Dan is dat ook alvast gebeurd. Nou, het is 1 uur. Dus wat mij betreft gaan we naar binnen. Die mevrouw die zegt, om 1 uur kan je gelijk naar binnen rijden. Nou, dan gaan we dat doen. Ja, die jongens moeten er even uit. Alleen het is even wachten op de heftruck. Dus ja, ik zou binnen 5 minuutjes komen, zei hij. Dus even afwachten. Uiteindelijk zijn we iets langer verder dan 5 minuten. En moeten ze allemaal gaan liggen bellen. Dus we zijn nu 1:30. En voilà, de pallet staan er nog in. Dus... Maar het zou nou geregeld moeten zijn, dus hij gaat even een palletwagen halen en dan kan ik ze gaan lossen. Dan ben ik hier eens weg. Zeg, nou dat is weer geregeld. Die 5 minuten die duurde iets langer dan gepland. En dat is overal verschillend blijkbaar. Maar goed, op naar de volgende. Die zit hier 2 straten verderop. En dat is 1 kistje. Niet te groot, niet te gek. Dus ik hoop dat hij er zo uit is. Maar dat is ook weer zo overseas gebeuren, dus... Nou ja. We gaan het zo zien, want dat is 2,5 kilometer rijden. Dus... Poort uit, poort erin.
Dat even is even, ook even een uur en 10 minuten geworden voor één kistje. En ik moet voor 4:30 bij de laatste zijn. Of tenminste bij de laatste niet, maar bij de volgende. Maar dat zal dan wel de laatste van vandaag zijn, denk ik. Dan ben ik al 5:05, dus 11 kilometer. Dus even gas erop. Die wil ik er eigenlijk nog wel uit hebben. Het probleem hier is wel dat ik hier helemaal niet linksaf mag. Dus het wordt iets meer dan 11 kilometer. Dus, nou ja. Even langs de andere kant. Komt het ook goed? Uiteindelijk. Gebeld en het is nu 4:50. Echt jongens, het is gewoon bij elk bedrijf duurt het lang, dus ja, dat ga ik vandaag niet meer goed maken, maar ja. Dat is dan niet anders. Hebben we morgen nog wat te doen, hè? Zullen we maar zeggen. Het is gelost en het was ADR. Dus Sebastien heeft jullie uitgelegd de vorige keer bij een ander filmpje dat dan de bocht eraf kan. Dus dat hebben we ook gedaan. Zo. En dan is het nou heel snel naar de portier uitchecken. En ik moet hier in een dorpje naast één klein pelletje los eigenlijk. Dus ik wil het eigenlijk wel even gaan proberen. Ik heb hem even losstaan, omdat het allemaal zo snel en ja, hoe heet het? Het gaat ineens weer een beetje vooruit, dus ja. 4 kilometer naar de volgende, dus er zal ook 4:15 kunnen zijn. Het is één klein pelletje weer. Dus ik hoop ja, dat ze hem er even uit willen scheppen. Zo zien. Volgens mij moet wel hier zijn. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ik ga hem even aan de kant zetten hier. Echt jongens. De hele tijd zit het tegen. Hier staat een auto voor mijn giechel. Ik zeg tegen die man, ik heb één pellet te lossen. Hij zegt, ik kom even naar je toe op straat. Nou, je gelooft het niet jongen, echt. Maar goed. Ja, ik moet nou naar een adres toe. Ja, misschien dat ik het nog wel haal trouwens. Ik ga eens even kijken hoe ver dat het is, want ik zou tot 5:00 terecht kunnen. Ja, dit schiet allemaal lekker op zo.
jongens, ik sta bij die klant. En ja, die lost niet meer. Dus dat wordt morgen. En nu is het 4:30. En ik sta toch wel 4 kilometer van een hele goede kroeg af. Dus ja, weet je. Ik ga er lekker niks van zeggen. Tenminste, ik dacht dat ik 4 kilometer van de kroeg af stond. En dan moet ik zelf even kijken. Dat doet mijn navigatie weer een beetje raar. Ja, hij zegt zelfs dat ik binnen door kan, maar dat ga ik niet doen. Ik moet in ieder geval hier naartoe, volgens mij. Dat mag niet. Ik moet even een klein stukje terug, denk ik. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Oh, dat is 19 kilometer. Ja, dat gaan we niet doen. Dat is te gek. Dan ga ik naar een andere kroeg. Er zitten er hier nog meer. Dat zou 9 kilometer moeten zijn. Dat is ook best. Maar als ik kroeg 4 kilometer verderop zit en ik mag er niet komen en ik moet helemaal terug, dan kan ik net zo goed naar die andere kroeg gaan. Dat is onnodig dit. Hier komen we dus bij de parking van het restaurant dan. Oh. Hier zitten er van aardige gaten in de weg. Ja, daar een stukje verderop links. Daar heb je het restaurant, ja, die is nou nog dicht. Ik had hem 6 uur of 6:30 open, ik denk 6:30 of zo. Nou ja, prima. Zo, nou die staat. Ik 7,5 rijuur vandaag, dus nou ja, morgen nog 2 klanten te lossen, dus nou ja, best. Het is niet anders. Als iedereen nou gewoon meewerkt, dan ben je gewoon leeg vandaag. Maar ja, goed, dat is dan helemaal niet anders. Ik kreeg er niet zo heel erg wakker van, maar ja, het is gewoon een beetje jammer, weet je wel. Je wilt doorgaan en nou ja, goed. Morgen weer een nieuwe dag, dus voor nu prettige avond. Ongekend hoe dat bedrijven werken, hoor, jongen, echt. Voor 8 pelletjes bijna een uur. Inclusief aanmelden dan wel, maar ja. Yo, wat doe je op een dag? Nou, op zo'n mini-film. Maar goed. Op naar de laatste. Tenminste, de laatste losser. Even een trouw erop, denk ik.
Dat weet ik wel zeker. En de kar is leeg. Ik heb gebeld en we gaan bij Beauvais 3 pelletjes laden. Dat zou een kleine 40 kilometer moeten zijn. Dus ik hoop er eigenlijk die nog voor de middag in te krijgen. Nou ja, dan zien we het wel weer. Hoe dat we verder gaan. Er zijn maar 3 pelletjes, dus ja, daar kan er nog een heleboel bij. Zo, en die is ook weer laaien, dus even van de trein af en bellen. Dat gaat niet, ik heb mijn handen vol. Nou, ik heb even gebeld en hij heeft niks meer. Dus ik ga voorlopig richting de zaak rijden. En misschien hoor ik onderweg nog wat. En anders is het vanavond op de zaak, denk ik. Ja, op dinsdagavond. Nou, vorige week ben ik ook nog op woensdag een keer weggestuurd met een paar adressen in de hand. Dus ja, je weet het nooit. We gaan het wel zien. Nou, de laatste tijd zijn onze volgers eigenlijk best wel lang. En ik denk dat ik hier wel een aardig korte, of in ieder geval een iets kortere van heb kunnen maken. Dus ja, het is een tweedaags ritje geworden en ik weet niet wat er nog achteraan komt. Misschien heb ik nog wel een leuk ritje en dan maak ik daar gewoon weer een nieuwe vlog van. Maar dat gaan jullie zelf zien. Voor nu zou ik zeggen, prettig weekend. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Kom maar met die duimpjes, hè. Tot de volgende keer. Houdoe.